Zo. Nou, ik heb er wel zin in, hoor. Ja, eerst was ik jouw gezicht met water, weet je. Ja, oké. Okay. Hoe lang gaan die slakken kruipen? Half uurtje. Oké, okay, en nu ga ik beginnen. Eventjes, ze zijn koud. Maar dan wordt ze verwarmd met jouw warmte. Gewoon ogen dicht houden. Merk niet dat het slakken of zo. Gewoon die lekkere gevoel voelen. Is dat oester? En genieten. Ik vind het wel lekker voelen eigenlijk. Mag ik wel lachen? Ja, kan. Eventjes, dus vallen ze niet eraf dan? Nee, dat niet. Hij gaat langzaam lopen. Ja, ze maken geluidjes, hè? Hoor jij het ook? Mm-hmm. En hier zouden mensen dus een jonger uiterlijk van moeten krijgen? Ja, het bevordert de vernieuwing van de goudcellen. Hydrateert gehoud. Het maakt rimpels, wraten wat minder zichtbaar. Maar wat denk jij nou? Want als je dus natuurlijke manieren wilt gaan doen, hè, voor verjonging en verstrakking, iets wat steeds meer naar Nederland komt, dan kom je bij allemaal mensen, maar iedereen zegt wat anders. Hoe weet je nou wat goed is? Ja, gewoon moet proberen. En dan? Dan vergelijken, wat is voor jou best. Ik vind het dus echt best wel lekker voelen. Het is gewoon nat, koud, zacht en het masseert een beetje. En af en toe hoor ik een soort geluidje. Ja. Ik vind het wel oké. Ben benieuwd. Is het nu gelukt allemaal? Ja, dat is nu gelukt. En nu moet jij 15 minuten gewoon laten inwerken, de slime. En na 15 minuten haal ik die af met water. Ja? Oké. Okay. Hallo wereld. Nou, jongens. Ben benieuwd, hè? Wat voel je? Het is een beetje zacht. Gedroteerd. Beetje trekkerig misschien. Ja. Nee, dat trekt misschien die crème nog een beetje moet. Ik moet het even laten inwerken, denk ik. Ja, klopt. Nou, ik ga mijn schoenen aandoen, waar zijn ze? Zo'n behandeling kost rond de €30. Maar je moet het natuurlijk wel een paar keer doen om resultaat te zien. Of niet? Nou kijk, ik heb nu dus geen make-up op. Ik heb het idee dat die slakken dus wel een beetje geholpen hebben. Alsof het een beetje elastischer is en een beetje zachter of zo. Ja, dat idee toch ook? Ja, het voelt wel wat zachter inderdaad. Beetje zo fluwelen laagje of zo, hè? Denk je dat het komt dat die slakken dan iets op je huid achterlaat wat er gewoon op blijft liggen? Of zou het echt ingetrokken zijn? Ik denk beide. Ja, hè? Ja, dat het is. Nou, dan krijgen we nieuwe huisdieren.